Blom en Stekel zijn op South by Southwest in Austin, Texas. South by Southwest is het technologie-evenement, maar ook het muziek-evenement en het film-evenement van het jaar. Stekel zit dit keer achter de camera. Ik praat deze keer alleen maar in mijn eentje aan deze kant. Je hoort Stekel af en toe natuurlijk ook zijn bijdrage leveren. Zijn we samen op pad met een kleine setting om verslag te doen van South by Southwest. We komen hier al jaren. Lange tijd was het festival waar social media start-ups en bedrijven opkwamen, zoals Twitter en Foursquare. Dat is nu naar de achtergrond verdwenen. Een aantal dingen zijn gewoon geworden. Hè. Dat middelen toegankelijk zijn geworden, dat het eenvoudig is om dingen te bedienen. Daarom kunnen wij ook nu met die kleine setup op pad. Technologie is steeds meer naar de achtergrond aan het verdwijnen. We hoeven geen apparaten meer te starten. Maar als we gaan hardlopen of als we bepaalde dingen eten, dan weten onze apps al wat we doen. En die techniek waar we altijd over praten, die is nu ook overal. Vroeger ging het hier alleen over software. Tegenwoordig gaat het hier ook over bedrijven die robots inzetten. Of over biotechnologie, do-it-yourself biotechnologie. Dat zijn onderwerpen die hier nu meer spelen dan andere jaren. South by Southwest duurt 5 dagen. Wij gaan op pad op zoek naar de trends en de ontwikkelingen die spelen en wat ze betekenen.